Ik ben Annelies en ik kom een boek schrijven over kleur, deel 2. Of eigenlijk de verrijking van mijn eerste boek, Kleuren van Geluk. En het is hier fantastisch, zou je natuurlijk zeggen, maar dat is echt waar. De sfeer is goed, ja, eigenlijk alles is goed, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar waar ik eigenlijk zo blij mee ben, is dat als alles goed geregeld is, is er maar één ding over. Je kunt geen uitvluchten zoeken. Het is gewoon volledige focus en inspiratie. Want wat ik ook nog leuk vind, Esther, dat wil ik je ook nog even meegeven. Dat is, je bent met gelijkgestemde of A-spelers, maar iedereen is bezig met zijn ding. Dus kun je je voorstellen wat er in de lucht hangt aan inspiratie. En dat komt tot leven. En ja, dat wil je. Ja. En waar ben je hiermee gekomen en waar ga je straks mee naar huis? Oh ja, ik kwam met een idee, een vaag idee. En ik ga met realiteit naar huis van een werkboek, van de verrijking van wat er al is. En dat is ook zo. Je leert zo goed zien, en dat leerde ik al eerder, maar hier echt, alles is er al. Je gaat gewoon zien wat er al in huis is en dat wordt concreet. Kan je een aantal voorbeelden geven van dat soort doorbraken die je hebt meegemaakt? Ja, dat kan ik zeker. Doordat je het erover hebt, doordat je en ervoor gaat zitten en ook samen met Esther gaat zitten. En zij stelt de juiste vragen. En dan ineens valt het kwartje dat je een lijn hebt, dat je een structuur hebt, een soort waslijn. En als dat er is, dan kun je zo tjop, alles wat er in huis is, tot één geheel maken. En dat is voor thuis straks heel fijn. Dat er staat, dat dat geregeld is. En dan hoef je alleen nog maar, voor mij is het, ik mis ze niet, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat ik nog een paar blogs wilde schrijven. Dat kan ik straks thuis doen, want die constructie die is er al. Plus dat ik daar een aantal puntjes van opschrijf, die het verschil gaan maken. Dat wil ik wel. Ja. Heb je iets over jezelf geleerd deze week? Ja, er zijn van die dingen die zo gewoon, taal is voor mij heel gewoon, maar dat dit is dagelijkse kost. Maar dat heel veel mensen, als ik hier in deze setting, en dan gooi ik een paar dingen in de lucht, heb ik geen erg in. Maar heel vaak, wacht even Annelies, even wat zeg je nou? Of een quote, of dit of dat, dat het ertoe doet. En dat is zo mooi, dat heb ik wel, dat is leuk. Om dat over jezelf te leren, ja. Prachtig. Heb je nog, zou je iets willen zeggen tegen mensen die overwegen om een week te investeren in zichzelf en in hun boek? Het is zo simpel om te zeggen, gewoon doen, aanrader. Want dat weet je, maar je hebt al lang gevoeld, zeker ook als je naar dit filmpje kijkt, dat je dit wilt. En soms moet je gewoon naar je gevoel luisteren. Meestal. Eigenlijk altijd wel, maar nu zeker. Prachtig. En als mensen iets meer willen weten over jou of over jouw boek, waar kunnen ze jou dan vinden? Dan gaan ze naar www.bloei.biz en, of op Instagram of Facebook als Zij van Bloei. En dan, dan tag je me even of stuur je me een berichtje. info@bloei.biz en dan ga ik heel veel vertellen.